Het seizoen is nog niet afgelopen, maar ADO heeft de eerste versterking van volgend jaar al binnen. Lucinho Marenco komt over van Volendam en tekende in de winterstop al een contract voor 3 jaar. Dit is mijn eerste profclub. Dus ja, een groot talent zeker niet, denk ik. Misschien zelf een laatbloeier. Ik ben nu 23. Ik ga nu die stap maken, dus nu gaat het pas beginnen. Lucci is gewoon een speler die, ja, die gewoon hogerop moet. Moet op hoger niveau gaan trainen. Moet meer weerstand gaan krijgen. Heerlijk om te zien. Marengo die draait er schitterend in, zeg! Voor de winterstop ging het goed. 7 doelpunten. 6-7 assists. Dit gaat maar net goed. Gaat het wel goed? Nee, want hier is het 0-1. En zo is het Marengo die Volendam na een flipperkastaanval op 0-1 zet. De laatste wedstrijd voor de winterstop kreeg ik een blessure. Ja, nu ben ik weer, ik ben weer terug. Maar ja, je weet, als je van een blessure komt, gaat het wat moeilijker, wat stroever, onwennig. Maar het gaat elke week wel wat beter, maar nog niet de oude. Dat zeker niet. Ik ben een linksbuiten, ik ben rechtsbenig. Ja, ik ben goed in de man passeren, ik ben snel. Iedere tegenstander heeft zoveel moeite met hem. Maar hij moet dus beseffen dat middel van, als hij daarin nog wat meer energie zou steken, dat het een stuk makkelijker zou gaan. En daarom is het maar goed dat hij de stap maakt naar Den Haag. Het is een mooie grote club. Ik heb ambities. En ja, ik vind dat de stap vooruit. ADO Den Haag. En ja, eigenlijk was het de bedoeling dat ik in de winterstop de overstap zou maken. Maar dat is niet helemaal rondgekomen. Dus ja, gewoon volgend seizoen. Daar aan de slag. Ik ga er wel voor strijden en knokken, dat zeker. Het gaat niet zo makkelijk dat ik op de bank kom. Nee.